Zaterdagmiddag 16 april werd er tijdens een voetbalwedstrijd een brand ontdekt naast het sportpark van Germania aan de Nijmeegse baan. De brand werd opgeschaald naar grote brand en er waren meerdere tankautospuiten nodig om de brand onder controle te krijgen. Korpsen uit Nijmegen en Malden boden assistentie. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen zich verder door het bos zouden verspreiden.